Jongeren van Nederland, jullie worden massaal bestolen door jezelf. Hoeveel belasting krijg jij dit jaar terug? Ik weet het niet precies. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet of ik belasting terugkrijg. 276 euro. Ik weet niet wat ik terug kan vragen. Dat laat mijn vader meestal uitzoeken. Ik heb geen idee hoe het moet eruit is. 73% van alle jongeren in Nederland geeft jaarlijks hun belasting niet aan. Zonde eigenlijk, want je kunt veel geld terugkrijgen. Ik laat je in 60 seconden zien hoe ook jij rijk kan worden van de Belastingdienst. Jaarlijks wordt er belasting ingehouden op je inkomsten, die je in een handomdraai kan terugvragen door belastingaangifte te doen. Ik ga je laten zien hoe. En ben je de afgelopen jaren vergeten belasting terug te vragen? Nou, geen probleem, tot 5 jaar later kun je de aanvraag nog indienen. Voor je aangifte heb je minimaal nodig een jaaropgave van je werkgever en je DigiD. Heb je geen DigiD? Nou, geen paniek, die kun je altijd gemakkelijk aanvragen via digid.nl/aanvragen. Als je alles compleet hebt, ga je naar belastingdienst.nl/aangifte en download je het programma van 2013. Open het programma en log in. Als je hebt ingelogd, zie je bij de optie inkomsten dat al je gegevens al bijna zijn ingevuld. Vanaf 1 maart doet de Belastingdienst dat namelijk al voor je. Pak je jaaropgave bij, controleer de gegevens en vul de ontbrekende gegevens aan. Klopt het allemaal? Dan kun je nu het formulier versturen. Daarvoor heb je je DigiD nodig. Voer deze in en klik op verstuur. Woehoe! Je hebt belastingaangifte gedaan. Nou ja, best makkelijk toch? Wil je meer goede tips over belastingen? Kijk dan het online seminar van ING terug. Of ga naar www.hoeveelkrijgjij.nl. Zij kunnen voor maximaal 20 euro alles voor je regelen. En ook als je ING-klant bent, krijg je ook nog eens 10% korting op je aanvraag. Succes!